Want dat is denk ik ook wel een vraag, tenminste is een vraag die ik veel tegenkom bij mensen die niet geloven, maar wel geïnteresseerd zijn. Maar die dan vragen, ja, maar hoe kan je nou geloven? En zeker hier zie je dat kwaad en het lijden zo zichtbaar. Ja. Dat er een God is, terwijl dit soort dingen gebeuren in de wereld. Nou ja, dat is de allermoeilijkste vraag, zeg ik dan ook altijd. Dus wel een vraag die veel mensen stellen. Ja, nou, ik begrijp het heel goed. Ik begrijp het. Als ik vanuit even buiten christelijk perspectief deze vraag zou stellen, dan zou ik hem graag op de spitters drijven en zeggen van, ja, hoe zit dat nou? Is God niet machtig? Is hij niet goed? Een beetje willekeur erin? En ik heb gewoon geen definitief antwoord op die vraag. Ik vind het zelf lastige vragen. Ik wil er twee dingen over zeggen. Allereerst, dan heel persoonlijk. Ik vraag mezelf ook af, hoe komt het dat ik met die vragen, die lang niet allemaal beantwoord worden, en hoe meer ik met de Bijbel bezig ben en hoe langer ik leef in deze wereld, hoe meer vragen ik krijg. Mm-hmm. Waarom kan ik ermee leven en toch van harte geloven? Dat heeft ermee te maken met een stuk vertrouwen, een heel diep vertrouwen in Gods goedheid en zijn ontferming. En dat heeft alles te maken met het kruis van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Mm. God heeft daar in zijn liefde zo bekend gemaakt. Dat heeft mij zo geraakt, dat in die, laten we zeggen, die ene vraag van Jezus Christus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mm-hmm. Dat in zijn onbeantwoorde vraag mijn vragen tot rust komen. Mm. Die zijn er wel. Mm. En die steken soms heel venijnig hun kopje omhoog en zeggen, ja, geef er nou maar eens antwoord op. Ja. Ik weet het niet. Maar ik geloof in Gods vaderschap, in zijn goedheid en in zijn eerlijkheid, zijn betrouwbaarheid, dat ik, ik kan ermee leven. Mm. Wegens het vertrouwen. Kijk, als ik Gods handen niet begrijp, zo zei iemand eens, dan mag ik leren vertrouwen op zijn hart. Hm. En dat is veilig. Al volg ik zijn handen niet altijd. En of hij me later uit gaat leggen, misschien is dat dan niet meer nodig. Nee. Maar misschien mogen we ernaar uitzien. Dat is de ene kant. En er is een andere kant. Namelijk dat ik mij erop betrap dat het een erg westerse vraag is. Ja, dat valt je op als je bijvoorbeeld in Afrika bent. Ja, wij hebben er verschillende mensen geprobeerd te vragen van, stel je de waarom vraag niet. Ja, jullie gingen zitten peuteren van, jongens. Wij gingen peuteren. Ja. Stel onze vraag nou. Ja, en ik dacht van, op een gegeven moment zullen ze wel, want ook de Bijbel zegt het, hè, waarom. En of ze daar nog niet zoveel aandacht voor hebben, dat weet ik niet goed. Maar heel vaak is het soms zo dat wij, we hebben ook veel leed hier meegemaakt in de vorige eeuw van de wereldoorlogen, daar niet van. Maar op dit moment kun je de christenheid van het Westen redelijk verwend noemen. Mm-hmm. Er hoeft maar iets te gebeuren in ons leven. Of we staan van, hoe kan God nou mij dat? Maar ik heb toch recht op geluk. Terwijl zij daar, je merkte dat aan die mannen daar ook. Ze hebben allemaal al eerder aan een graf gestaan. Het lijden is zodanig onderdeel van het leven, dat eerder geluk vreemd is dan lijden. En ze hebben zo'n hoge visie van God. God is onbegrijpelijk voor ons. En bovendien, anders zou die toch ook geen God zijn. Laat God zijn en laten wij hem dienen. Ja. Weet je, die lijn.